De PSV-selectie genoot maandagochtend van een extra rustdag na de zware bekerwedstrijd met verlenging en strafschoppen tegen Twente. En de moeizame overwinning afgelopen zaterdag tegen Willem II. De eerstvolgende wedstrijd is pas op zaterdag thuis tegen ADO Den Haag. Toch was de hertgang niet helemaal verlaten. EDTV liep de onlangs vertrokken Nordin Amrabat tegen het lijf. Volgens mij sta jij bij de verkeerde club. Nee, het is nog steeds mijn clubje. Nee, ik weet wat je bedoelt. Ik ben niet meer bij PSV. En wat kwam je doen hier? Ik kwam afscheid nemen van de mensen, maar ik wist dat de spelers vandaag vrij waren. Maar ik wist ook dat de mensen die er altijd zijn, er gewoon zijn. En deze kans wil ik niet onbenut laten. Ik ben nu in Nederland. Ik denk even netjes de mensen bedanken en gedag zeggen. Welk gevoel ben je weggegaan eigenlijk? Toch een beetje minder gevoel. Het is toch niet gelukt. En ik had anders voor ogen toen ik je tekende. Maar uiteindelijk was het denk ik de beste oplossing. Amrabat tekende op 3 januari een contract voor 4,5 jaar bij het Turkse Kayserispor. Hij begon goed, want hij scoorde bij zijn debuut. Ja, ik ben goed opgevangen. Ik heb het vertrouwen, ik speel. En dan voel je toch dat weer dat je beter gaat spelen. Het gevoel is, is beter. En hopelijk leidt het weer tot iets moois. En het weer is ook beter, denk ik. In Kayser is het een beetje hetzelfde hier. Het is overdag is het 9, 10 graden en s'avonds is het ook gewoon min 1, min 2. Maar de rest van Turkije is top, dus we spelen om de 2 weken. Als we uitspelen, dan is het wel een stuk aangenamer. Wat zijn de leukste dingen die je nu hebt meegemaakt? Ja, de wedstrijden. Dat is gewoon de ambiance, alles is gewoon boven verwachting, alles is op het top geregeld. Dat heb ik eigenlijk in principe van tevoren niet gedacht. Maar we hebben ook een soort hertgang als je het complex daar ziet. En het stadion is, zoals ik al zeg, organisatorisch is gewoon echt top geregeld.